10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nou, ik ben Arien de Wol, ik ben begeleider de dagbesteding. En zoals je ziet, we gaan hier een bloemenwinkel hebben geopend. Wie ben jij en wat kom je doen? Ik ben Melissa en ik werk hier. Je werkt hier? Ja. Okay, hoe spannend is dat? Heel spannend. Wat ga je allemaal verkopen? Bloemen. Bloemen verkopen? Ja. Okay. En heb je dat een beetje geleerd of kan je dat al? Ik heb het van mijn moeder geërfd en ja, het is best wel leuk. En dan kan je dan keurig bosjes maken, dingen afsnijden, dat soort dingen? Ja, dat zijn we aan het oefenen en aan het leren. En hoe vind je het dat je straks in een echte winkel staat? Heel leuk, maar ook wel best wel spannend. Ja. Het is wel een ervaring. En heb je dan allemaal collega's om je heen? Of met hoeveel zijn jullie? We zijn nu met z'n vieren. En ja, het is best wel leuk. En ga je dan alleen over de bloemen of ook over andere dingen? Vazen schoonmaken en ja, ook over de bloemen en klanten helpen. Okay. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Wat hebben we hier precies? Een soort dagbesteding? Het is dagbesteding in de vorm van een bloemenwinkel. Deelnemers komen bij ons werken. Wij leren aan het boeket te maken. Het decor is schoofgebonden. De plantjes verzorgen. Alles een beetje leuk presenteren. Het aanleren van de kassa. En nou ja, klanten bedienen. Dus. Hoe vinden ze dat? Ja, leuk, maar spannend ook wat ze zegt. Maar ja, wel hartstikke leuk. Het is een nieuwe ervaring voor ze. Het is natuurlijk helemaal nieuw hier op het terrein.